En gelukkig vond u het ook nog moeilijk, hè? Het zou toch niet eerlijk zijn als u het allemaal makkelijk zou vinden. Maar het werd een uitstapje, hè? Een uitstapje met de fiets. Gaan we hem eraf halen, dat kunt u zien. Pak hem maar vast aan de andere kant. Nou, hartstikke leuk, toch? En samen met zijn zoon af en toe, en dan weer een stukje zelf doen, en dan weer een stukje met de zoon, en ja, heel leuk gewoon. En daar zitten ze dan, hè, met z'n tweeën op het bankje, even bijkomen. Maar een heerlijke fietstocht, hè, dat ziet er heel vrolijk uit. Enige herinnering. Ga vooral door, hè, met schilderen, meneer Bos, want u kan het, hè? Oh. Ja, maar dat mag moeilijk gevonden worden. Als het allemaal makkelijk is, dan is er niks meer aan. Maar juist die uitdaging is zo belangrijk, hè? Ja. Ja. En hey, meneer Bos vertrouwde mij ook toen. Hij zei, ik schilder nog in een ander clubje hier ook, want ik vind het gewoon eigenlijk leuk. Ik vind het wel moeilijk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Nou, dat mag ik graag doen. Hartstikke leuk, hè? Wees er maar trots op. Nou, en de laatste, die zullen wij er maar onthullen, hè? Want dat is...